Vriendschappelijke wedstrijd vandaag. Hoe was dat? Ja, gewoon hetzelfde als altijd. Ik wil altijd winnen. Maar ja, het is geen competitie, dus ga je wel. Maar je gaat wel hetzelfde wedstrijd in. Eerste helft wordt 1-0. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was goed, want zo gaan we fijner spelen, makkelijker. Ja. Welke positie speel jij? Linksmidden. Jij speelt links in het midden, dus dan moet je heel veel lopen natuurlijk. Vriendschappelijke wedstrijd, ga je dan wat makkelijker er tegenaan? Of heb je zoiets van, wel nee, dit is ook een hele belangrijke? Nee, ook belangrijk, want je wil niet dat hun jouw plek in gaan nemen. Dus... Tweede helft begint dan. Dus gaan jullie in beginnen met 1-0 voorsprong. Dan worden het 2-0 en 3-0. Kan jij die 2-0 eens beschrijven? Was een penalty. Actie van de spits, maar hij werd onderuit gehaald, schoot hij gewoon goed erin. Dan is het uiteindelijk 3-0. Dan wordt het zelfs 4-0. Ben je dan heel erg blij? Ja, zeker. Dan heb je natuurlijk een goed gevoel, zeker naar volgende week toe. Want tegen wie spelen jullie volgende week? Tegen Watford in het stadion. In het ADO Den Haag stadion, hè? Ja. En is daar ook het publiek bij aan welkom? Tuurlijk. De vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Vertel eens van de eerste helft. De eerste helft ging best goed, maar wel een paar onnodige balverlies. Waardoor zij makkelijk eruit kunnen voetballen. Ze hebben niet een hele grote kans gehad, maar voor ons is dat beter. Maar we maken één doelpunt en dan gaan we fijn naar de wedstrijd in. Dan wordt het rust, dan wordt er het een en ander veranderd. Wat werd er allemaal veranderd eigenlijk? We moesten gewoon veel simpeler gaan spelen en meer rust aan de bal. Waardoor wij gelijk druk zetten op hun, waardoor we gelijk scoren en daarna een penalty erin scoren. Dat is veel fijner om dan verder de wedstrijd in te gaan. De wedstrijd is geëindigd in? 4-0. Beschrijf dat laatste doelpunt dus. Gewoon een goede opbouw van achter, lange bal op Varel. En die paas naar Appie. En Appie geeft een goede bal op Anthony die erin kopt. Het was natuurlijk een heerlijke wedstrijd, want het was natuurlijk ook lekker weer. Hoe was het voor jou zelf in dit elftal? Voor mijn gevoel ging het hartstikke goed. Ik heb lekker gespeeld en af en toe hier en daar een paar foutjes. Maar voor de rest heb ik het gewoon goed hersteld. Dus. Volgende week? Moet goed komen.